Ja, voor mij is het gewoon een lekker gevoel. Ik train weer met een groep mee. Ik heb een tijdje geen wedstrijden gespeeld. En ik wil nu gewoon lekker voetballen. En daar ben ik op gefocust nu. Ja, alleen hadden wij misschien allemaal wel gedacht, de pers, de omgeving, misschien ook wel de spelers en de technische staf, dat gaat hij vast niet bij Emmen doen. Maar je hebt wel besloten om het bij Emmen te doen. Kun je uitleggen waarom? Ja, ik heb gewoon een goed gevoel met Dick, met de trainer. Ik ken hem al een tijdje sinds bij Groningen. Ik ken de jongens ook heel goed. En andere clubs waren wel geïnteresseerd, maar nog niet echt concreet, zeg maar. Nee, maar dan kan je wachten, hè? Dat heb je niet gedaan. Nee, ik kon wachten, maar dat heb ik niet gedaan. En ik wil gewoon zo snel mogelijk aan spelen toekomen. Nu is het gewoon wachten op de overschrijfpapier en dan ben ik er klaar voor. Ja, jij bent er klaar voor. Op hoeveel procent zit je qua fitheid? Want je hebt natuurlijk even niet gespeeld. Hoe lijkt het? Nou ja, kijk, ik heb geen wedstrijden gespeeld, maar ik heb wel gewoon getraind met de groep. En kijk, wedstrijdfit, dan moet het nog komen, maar daar win ik wel snel aan. Ja, als je zou kunnen spelen, mogen spelen, dan ben je er gewoon klaar voor. Daar ben ik zeker klaar voor. Alleen de vraag is wanneer. Heb jij enig idee? Ja, ik heb geen idee. Het kan ook zijn dat ik vandaag hoor dat ik speelgerechtig ben. Maar ik heb echt geen idee. Ik weet het niet. Dat is natuurlijk je hoop, hè? Dat je vandaag telefoon krijgt. Maar heb je enig signaal uit Turkije? Heb je contact überhaupt met je oude club? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik laat het over aan mijn zaakwaarnemer. En die handelt alles af. Maar ik zelf heb geen contact meer met de club. Nee, en geen signaal ook gehoord dat het vandaag eventueel zou kunnen komen? Of op korte termijn? Nee, ik heb er helemaal niks gehoord. Dus balen, hè? Dat is zeker balen. Maar ja, het is niet anders. Het is gewoon afwachten en hopen dat het snel goed komt. Ja, wat wil jij? Wat wil jij hier laten zien? Want ik kan me voorstellen, je komt hier met een bepaald idee. Ja, je kiest voor Dick, want dat zei je net al, hè? Voor Dick Lukien, de trainer. Maar je hebt natuurlijk ook zelf iets in gedachten. Wat wil jij? Ja, ik wil gewoon lekker gewoon weer voetballen. Ik heb half jaar maar een paar wedstrijden gespeeld afgelopen seizoen. En ik wil nu gewoon lekker weer voetballen en mezelf weer laten zien en hoop op goals maken. En, dat is mijn doel. Ja, wat kan men of wat mag men van jou verwachten? Ja, de mensen weten wat voor spits ik ben. Ik ben een balvaste spits. Ik kan scoren en kan de spelers om me heen beter maken. En dat ben ik, dus dat kan men van me verwachten. En dan ga je gewoon even onder je niveau spelen? Moet ik het zo zien of denk jij niet zo? Nee, ik denk niet zo. Elke wedstrijd is gewoon weer hetzelfde. En, ik moet gewoon elke keer laten zien en daarvoor ben ik hier. Ja, maar moet ik het dan zien als een stapje terug? Dat klinkt wat oneerbiedig richting Emmen misschien. Maar moet ik het wel zien als een stap terug en daarna weer bijvoorbeeld twee stappen vooruit maken? Nee, niet zozeer. Ik wil gewoon lekker spelen. En dat het bij Emmen is, dan is dat zo. Maar ik zie niet als een stap achteruit. Nee, maar je hebt wel bewust gezegd, tot het einde van dit seizoen en dan kijk ik verder. Dat heb ik wel gezegd, dat is wel eventueel. Want de Eredivisie heb jij niet uit je hoofd gezet? Nee, maar je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. Voetbal is leuker dan praten. Dat is waar.